Dames en heren, het is weer zondagmiddag. Tijd voor De Ontdekking van de Hemel. Een programma voor Radio Kik. Over de hemel, de route ernaartoe en de mensen die er wonen. Uw presentator, Nederlands meest spraakmakende theoloog, Frank Bosman. Goedemiddag luistervrienden. Welkom bij de tweede uitzending van het maandelijks luistermagazine De Ontdekking van de Hemel. Vandaag praten we over de stad Rome. Rome, de stad der steden, eeuwige stad, hoofdstad van Italië, erfgenaam van het machtigste leger dat Europa ooit gekend heeft, de befaamde legioenen van Julius Caesar en Augustus. Ontelbare keren geplunderd, maar altijd weer herbouwd. Met zijn iconische gebouwen als het Pantheon, het Colosseum, de Spaanse Trap en het Forum Romanum, Rome staat gegrift in het collectieve geheugen van het Westen en nergens ter wereld staan meer kunstschatten bij elkaar. De Vaticaanse musea gelden als behorend bij de beste en de rijkste ter wereld. Rome is ook de huisvester van de kleinste staat ter wereld, het Vaticaan, de enige theocratie van Europa. Vanaf het einde van het eerste millennium zetelt de bisschop van Rome als paus op de legendarische stoel van Petrus, de eerste apostel. Als geestelijk leider van bijna 1 miljard katholieken is de paus een van de meest invloedrijke mensen ter wereld, hoewel zijn macht voornamelijk van spirituele aard is. Dan Brown, de bekende schrijver, schreef er een internationale bestseller over, Angels and Demons, in het Nederlands het Bernini-mysterie, dat later ook verfilmd werd met Tom Hanks in de hoofdrol. Dan Browns Rome staat stijf van de complotten, mysterieuze broederschappen en eeuwenoude fetes. In de studio vandaag zijn te gast de katholieke theologen Stijn Vens en Marcel Poorthuis. Hartelijk welkom. Dank je. Stijn Vens is als journalist werkzaam voor andere de KRO-RKK, hoewel ik hoorde dat misschien alweer een verleden tijd. Nee, daar werk ik nog steeds voor. Ja, maar ik ben niet meer een vaste dienst. Ben niet meer een ik ben een ZZP'er. ZZP'er, oké, okay. Ja. En je schrijft voor Trouw, want ik zie je geregeld op de religie- en filosofiepagina's met allerlei achtergrondartikelen over hoe mensen de zondag beleven, als ik het me herinner. Dat is elke week. Is elke week. Maandag. Koop die krant. Aanradertje wat mij betreft. Ja. En, want daarvoor zit je hier, in 2010 schreef je het goed ontvangen boek Vaticanië, de geheimen van de paus. En ik wil met jou beginnen, want hoe word je nou een Vaticaankenner? Ja, daar is geen school voor. Het is ook een enigszins uitstervend beroep in Nederland. Bij mij heel simpel. Ik was 12 en wij gingen met mijn gezin naar Rome. In de herfstvakantie. We schrijven oktober 1978. En toen was net, werd daar het conclaaf gehouden. En waarin uiteindelijk Johannes Paulus II gekozen zou worden. En dus mijn vader nam ons elke dag twee keer mee naar het Sint-Pietersplein. Waar we op die rook moesten wachten. Tot die mooie maandagavond. Duurde dat lang, die rook? Nou, dat was ook verwarrend. Omdat het probleem hebben we in 2005 ook gezien. Met het conclaaf waarin Benedictus naar voren kwam. Is dat het was, eerst kreeg je een plukje wit. Dacht je, nou, dat is een paus. Ja. Dan was het zwart. Dan was het zwart, dan ging iedereen weer weg. En dan was het toch een plukje wit. Dus dat was voor zo'n Noord-Koreaanse waaier op dat Sint-Pietersplein. Gelovigen in verwarring. Gelovigen in verwarring. Ja. En uiteindelijk Uiteindelijk was het raken op maandag, op die maandag de 16e oktober. En dat was schitterend. Er stonden daar met 300.000 mensen. We wilden allemaal een paus. En we kregen een paus. En dus dat idee van dat in die donkere kapel 115 oude mannen opgesloten waren die er pas uit mochten als ze een paus hadden. Ja, dat heeft iets in mij geraakt, een soort blikseminslag. En toen wilde kleine Stijn toen wilde ik toen liep worden. Terug naar het hotel en ik zei tegen mijn vader, ik wil later een conclaaf verslaan in mijn leven. En dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk 27 jaar later, 2005, april, stond ik daar. En moest je toen net zo lang wachten? Nou, het was heel snel. Het conclaaf begon op maandagmiddag en op dinsdagavond hadden we al een nieuwe paus. En de witte rook was dit keer wel duidelijk of was het ook Nou, een ook beetje, onduidelijk. Maar wat ze hadden gedaan is dat ze hadden aangekondigd als er een paus zou gekozen worden, zouden ook de klokken van de Sint-Pieter luiden. Dat helpt. Dat helpt nou wel. Ja, het, volgens mij was de witte rook er om 17:48 op die dinsdag. En om 6:00 gingen er gewoon klokken luiden van 6:00. En toen wisten Verwarring. Toen wisten we het nog niet. Het hoort ook misschien een beetje bij de mysterieuze waas die over het Vaticaan hangt. Dat is natuurlijk een hele mysterieuze genootschap wat daar huist. Ja, nou, ik ben er ook wel voor om dat tot in de eeuwen der eeuwen te handhaven. Want ik moest er toen erg om lachen. 8000 journalisten geloof ik, die staan naar een schoorsteen te kijken. Je kunt ook bellen, maar dat moet je vooral niet doen. En hoe vaak ben je al in Rome geweest, denk je, de afgelopen tijd? Oh, ik ben de tel kwijt. Ik denk echt 200, 300 keer. Hoe vaak ongeveer? Is dat per maand? Ik probeer er per maand toch altijd wel een paar dagen te zijn. En wat doe je daar dan? Contact onderhouden? Veel eten vooral.
Want dan onderhoud je contact, heb ik begrepen. Dat is het fijne, dat de Italianen zeggen altijd, laten we maar wat gaan eten. En kijk, Rome is voor mij ooit begonnen toen ik daar als jongen van 12 en later ook rondliep. Had ik heel het gevoel dat ik dingen moest zien. Ik moest dingen gaan bezichtigen. En tegenwoordig is het gewoon een stad zoals ik mijn eigen woonplaats Utrecht gebruik. De glans is eraf. Ik werk er, ik slaap er en ik eet er. Is Rome dan nog wel bijzonder voor je? Ja. En wat maakt Rome dan zo bijzonder voor jou? Ja, Rome is wakker worden om 7 uur 's ochtends en de geur van koffie ruiken en de fontein horen en de klokken van de Sint Pieter. Ik slaap altijd heel dicht bij het Vaticaan. Ik moet zeggen, ik zeg tegen mezelf altijd als ik de vliegtuigtrappen afdaal, ik ben weer thuis. En dan kus je de grond waarschijnlijk. Nou, je moet er ook niet overdrijven. Dat doet alleen de paus. Dat doet alleen de paus. Maar deze is niet. Hè? Nee. Johannes Paulus, is hij ermee begonnen, Johannes Paulus II? Nou ja, we hebben geen beeld van buitenlandse bezoeken van pausen voor Johannes Paulus II. Mm-hmm. Maar hij heeft het wel geïntroduceerd. Ja. Maar als hij ergens geweest was, dan kust hij de grond niet meer. Hè? Het is 1 keer. 1 keer maar. Ja. Ik kan me nog wel een heel mooi beeld herinneren dat die Johannes Paulus II op een gegeven moment te oud en te stram was om te bukken. Dat ze een stuk aarde naar zijn gezicht op tilde. Dat was een Kroatië. Ik vond dat heel mooi. Wel. Ja, heel mooi hoor. Ja, ja. Het hele sterfproces van Johannes Paulus II heeft ons natuurlijk met z'n allen ook een hele tijd bezig gehouden. Hij heeft lang geleefd, lang geleden ook aan het einde. Er waren allerlei vragen en discussies van, moet zo'n duidelijk zieke paus niet vervangen worden? Moet hij niet aftreden? Of moet hij het lijden dragen tot het eind van zijn leven, omdat God hem dat opgedragen heeft? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vond dat op een bepaald moment deed het me pijn. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n man dan maar moet aftreden. Hij confronteerde ons denk ik ook met het lijden. Want die Parkinson, dat had hij, is een hele pijnlijke ziekte, zeker als je oud bent. Maar wij konden daar niet tegen. Hè? Dus ik denk dat we wilden niet kijken. We wilden niet kijken. We gingen massaal roepen dat die man dan maar weg moest. Terwijl ik heb altijd gezegd, zolang hij zich verstaanbaar kan maken, zolang hij compos mentis is, is er geen enkel probleem. Gezond van geest is. Gezond van geest. Ja. Hoewel er ook kardinalen waren die zeiden, zolang een paus maar kan schrijven en zo kan duidelijk maken welke kant de kerk op moet, is het ook goed. Maar ik vind dat iemand zich wel verstaanbaar moet kunnen maken. Dus zolang hij kan schrijven, is hij aan de macht, zeg je eigenlijk. Ja, ja. Is dat eigenlijk niet heel gek? Ik begon mijn verhaal ook even met de kleinste theocratie van Europa. Het is een onafhankelijke staat, Vaticanië. Ja. Hoe zit dat met de macht van de paus die en spiritueel van aard is? Dat zei ik al, maar natuurlijk ook wereldlijk van aard is. Hoe ligt die verhouding volgens jou? Nou ja, de paus is de baas. En dat geeft iedereen daartoe. Maar deze paus is een wat in zichzelf gekeerde man. Die vooral veel mooie preken schrijft. Mooie boeken schrijft. Op dit moment is hij met vakantie, maar schrijft hij aan zijn derde Jezusboek. Het bestuur laat er natuurlijk wat de kerk betreft over aan zijn kardinaal staatssecretaris. Daar valt veel over te zeggen. Is ook de afgelopen tijd gebeurd. Vatican Leaks. Ja. Dat is een machtsstrijd aan de gang. Daar is iedereen wel van overtuigd. En wat betreft die onafhankelijke staat, hij heeft daar zijn mensen voor. Maar hij is wel de baas. Dus ja. En heb jij een van de pausen ook persoonlijk de hand mogen schudden? Ja. En Johannes Paulus II? Ja, dat is wel een mooi verhaal. Vertel eens. Dat was in Pasen 1994. En ontving hij alle commentatoren van Urbi et Orbi. Ik was daar met Ad Langeband. Let op, het was de zaterdag voor Pasen. Nou ja, je staat in zo'n mooie ruimte daar. En dan hoor je hem al dichterbij komen met het applaus. En hij maakte dan een rondje en hij kwam bij mij aan. Hij gaf Ad Langeband, corrivé van de KRO. Mm-hmm. Duidelijk ouder dan ik, zeker toen. En hij zei, ik ben Ad Langeband van de KRO. En dit is mijn assistent Stijn Fens. Dus gaf ik hem ook een hand. Toen zei hij, assistent, zei de paus. Dat had hij goed verstaan. En toen zei hij, you are the young guest. Nou, dat vond ik ook buitengewoon scherp opgemerkt. En hij maakte het rijtje af. En toen draaide hij zich nog 1 keer om. En riep, by the way, happy Christmas. En het was toch echt de zaterdag voor Pasen. Dat klopte niet helemaal. Dus toen werd zijn Vietnamese secretaris, die stootte hem aan. En die zei, heilige vader, het is Pasen. Oh, happy Easter, Christmas will come. En vervolgens kwam er Een hoopvol geluid. Christmas will come. Ja. En toen kwam er, wat ik mooi vond, achter de paus liep een man met een grote Pippi Langkous tas met rozenkrans en iedereen kreeg een rozenkrans. Zo'n witte is dat toch waarschijnlijk? Nee, het zat in een bruin mapje. Bruin. En daar ben je heel blij mee. En toen kwamen we terug op het voorplein. En toen stonden daar honderden mensen met dezelfde rozenkrans. Nou, ik moet zeggen dat ik ook 1 keer bij hem geweest ben. Ik heb dezelfde rozenkrans gekregen. En inderdaad, gek genoeg, die ligt nog steeds altijd op mijn nachtkastje. Het blijft natuurlijk een heel bijzonder gebeuren. Stijn, heb je ook de befaamde foto met de paus? Ja.
Die heb ik ook. En die, dat zijn twee concurrerende toenertijd firma's. Ja. En je vindt, ik vond de foto's 's middags na 3 uur al in mijn, op mijn hotelkamer. Helemaal. Ja, ik heb jarenlang boven mijn moeder in het verpleeghuis gehangen, die foto. Ja, ik heb er ook een. Ja. Een hele mooie zelfs. Want ik was er toen voor een conferentie tussen Joodse organisaties en het Vaticaan. En ik geef dan de paus een hand. Eerlijk gezegd, de katholieke deelnemers die knielden voor de paus op 1 knie. Maar jij ook natuurlijk. Ik niet. Ik heb mijn hand gegeven en dat vond hij ook al heel mooi. Maar tussen de paus en mij door zie je dan het gezicht van de beroemde Joodse filosoof Emmanuel Levinas. Ja. En dat vind ik echt een prachtige foto. Prachtig. Dat is heel mooi. Leg even in 1 minuut uit wat jij zo fascinerend aan de filosoof Levinas vindt. Nou, Levinas die zegt eigenlijk dat alle religieuze inspiratie en ook alle ethiek voortkomt uit het gelaat van de ander. He, dus de ontmoeting met de ander, dat is eigenlijk religieus bij uitstek. Een ander met hoofdletter of kleine letter? Beide. Beide, voor hem dus, is dat hetzelfde? Nou, niet hetzelfde, maar het is zo dat wij niet over God kunnen praten zonder onmiddellijk ook aan onze medemensen te denken. En dat is goed bijbels natuurlijk. We luisteren vandaag naar de tweede aflevering van het luistermagazine De Ontdekking van de Hemel. We praten over Rome en het Vaticaan, alles wat ermee te maken heeft. We hebben er net gesproken met Stijn Fens, Vaticaankenner. En we gaan nu door met Marcel Poorthuis. We hoorden hem zo net aan het einde van het eerste gesprek ook al even. Hij is verbonden als theoloog aan de Tilburg School of Theology. En hij reist in september met studenten en medewerkers van de faculteit mee naar Rome. De Tilburg School of Theology gaat naar Rome ter gelegenheid van de viering van haar eerste lustrum, 5 jaar bestaan. En ter gelegenheid van de definitieve erkenning door het Vaticaan. Marcel, welkom. Ja, waarom gaat een theologieopleiding naar Rome? Misschien een domme vraag, maar... Ja, dat is een domme vraag, omdat natuurlijk Rome zo'n uitstraling heeft en zo'n rijke historie en religieuze betekenis, dat het eigenlijk een must is om daar naartoe te gaan. Ik ben eigenlijk verbaasd dat we nu pas gaan. Vorig jaar ben ik met studenten al naar Istanbul geweest, ook fascinerend. Misschien de Rome van het oosten, Constantinopel, maar het Rome van het westen is echt een absolute must. Elke theologiestudent moet daarheen geweest zijn. Ja, ik zou zeggen iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in religie. En mijn ervaring is ook dat als mensen bijvoorbeeld heel sceptisch zijn ten aanzien van religie, wat ik me best kan voorstellen, maar 1 wandeling door Rome maakt toch dat de zaak al heel anders komt te liggen. Want wat gebeurt er met je als je sceptisch door Rome loopt of begint sceptisch te zijn en dan door Rome loopt? Nou, het formaat maakt een enorme indruk. Ook de schoonheid, simpelweg de schittering van de gebouwen, de Sint-Pieter. Dus kijk, als je binnen in de Sint-Pieter bent, het formaat wat je dan ziet, dat is zo kolossaal. Dat je eigenlijk dan pas beseft dat je wat een kerk der eeuwen, wat dat eigenlijk inhoudt. De gemiddelde Nederlandse kathedraal past in de Sint-Pieter, even voor het perspectief. Ja, zeker. En de koepel, ik ben zelf nogal een koepelmaniak. De Hagia Sophia is natuurlijk eeuwenlang de grootste koepel geweest van de hele wereld. En ook met name dus van het oosten. Maar de Sint-Pieter is qua koepel, dat is ook een van de grootste ter wereld. Dus het kan is aan de binnenkant kan je volgens mij lopen. Met een trapje ga je naar boven. Dan kan je ja, op aan weg de naar boven lopen. Kan je een uitstapje naar binnen maken. En dan sta je tegen een hek aan. Een heel klein, dun, wiebelig hekje volgens ja, mij. Ja, maar het is wel mooi. Je kijkt de kerk in en dan zijn dus de mensen die daar lopen zijn als mieren. Ja. En technisch gesproken, het probleem van een koepel is dat hij een enorme zijwaartse druk heeft. Zodat eigenlijk die muren, die dreigen helemaal uit elkaar te vallen. En de eerste die dat opgelost heeft, dat was Brunelleschi in Florence. Dat is een hele grote koepel ook. En die heeft een ketting helemaal door de koepel heen gelegd, zodat de ketting als het ware de koepel bij elkaar trekt. Maar Michelangelo heeft het in de Sint-Pieter opgelost door 3 koepels in elkaar te bouwen. En dat is ook een huzarenstukje zonder weerga. Dus alleen maar voor de koepel. En alleen voor de architectiek van de Sint-Pieter moet je eigenlijk al absoluut in Rome zijn. Ja, eigenlijk. Moet je wat gaat de faculteit, wat ga jij met de studenten daar allemaal doen in Rome? Nou, wij gaan, mis, natuurlijk. Wij gaan een reis maken die tegelijkertijd spiritueel is en ook informatief. Hè. Dus wij beginnen 's ochtends met een viering. Dat lijkt me eigenlijk heel fijn en mooi om met de studenten zo de dag te beginnen. Maar dan gaan we al snel op weg. We gaan naar de catacomben. We willen zien hoe de eerste christenen daar geleefd hebben. We willen bijzondere kerken zien, zoals de San Clemente, die ook bijzonder fraai is. Waarbij je ook tegelijkertijd de band van het christendom met andere
culturen en religies heel duidelijk ziet. Want onder de San Clemente is een Mithras heiligdom. Mithras is? Mithras is een lichtgod. Een soldatengod. En Raad van het oude Romeinse keizerrijk. Van het oude Romeinse keizerrijk. En raad is wanneer Mithras geboren is. Op de kerstnacht. 25 december. Nou, geweldig. Dus je ziet hier eigenlijk... toevallig. Je ziet hier in steen hoe toch het christendom elementen heeft opgenomen uit voorgaande religies. En die heeft omgevormd. Is dat eigenlijk wel het unieke karakter aan het christendom? En heeft ze daardoor ook 2000 jaar kunnen overleven door steeds elementen van godsdiensten over te nemen die ze tegenkwam bij haar uitbreiding? Ja, dat, zo kan je het zeggen. Hè. Dus de criticus zou zeggen van dat bewijst eigenlijk dat het christendom een mengeling is van allerlei afgoderij. Dat zeggen protestanten nogal gauw. Ik zie het meer als dat het christendom alle goede elementen in andere culturen waardeert en ook op kan nemen in de eigen religie. Dat klinkt heel ideaal. Dat is heel ideaal. Ik zou zeggen, gratia supponit naturam. Dat wil zeggen, de genade veronderstelt de natuur van de mens. Dus alles in de natuur van de mens is goed om opgenomen te worden in het geloof. Dat klinkt heel mooi. Dankjewel. Even nog terug naar de Vaticaanse erkenning. Daar begon ik even mee. De faculteit Katholieke Theologie of de Tilburg School of Catholic Theology heeft een definitieve erkenning gekregen door het Vaticaan. Kan je even uitleggen wat dat precies betekent of wat de status daarvan is? Ja, dat betekent dat de opleiding Katholieke Theologie die wij hebben, die is dus zowel academisch helemaal op niveau. Dat wil zeggen dat wij dus universitair bezig zijn en tegelijkertijd hebben wij dan de goedkeuring van de kerk, zodat wij ook mensen voor het ambt, voor pastoraal werk, voor priester, voor onderwijzer, leraar, levensbeschouwing, kunnen afleveren. Dus wij zijn zowel voor de kerk als voor de academische wereld goed. Nou, ook dat lijkt me een ideaal verhaal waarin in de praktijk natuurlijk nogal wat spanningen zouden kunnen ontstaan. We hebben vanochtend las ik op internet dat de Katholieke Universiteit Leuven haar banden met de Katholieke Kerk wil loslaten. Hoe dat precies gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk, maar er is natuurlijk een spanning tussen. Er is een hele grote spanning en ik durf zelfs te zeggen dat die spanning soms behoorlijk verkeerd kan uitpakken. En dat komt eigenlijk in het kort gezegd hierdoor. Als theologische opleiding wil je je ook wat aan de kerk gelegen laten liggen. Je wil dus een band hebben met de kerk die vruchtbaar is en die ook jouw eigen theologisch denken voedt. Aan de andere kant moet de kerk respect hebben voor de eigenheid van de theologie. Die moet respect hebben voor de zelfstandigheid en de geestelijke vrijheid die de theologie nodig heeft. Dus met andere woorden, het is een vruchtbare spanning als beide partijen, zowel de faculteit als de kerk, begrijpt dat hier verschillende verantwoordelijkheden zijn. Op het moment dat de kerk zegt alles goed en wel, maar je moet toch precies zeggen wat wij vinden, dan is het model gevaarlijk. En dan wordt de academische vrijheid aangetast. Maar wat ik zelf een zorgwekkende ontwikkeling vind, is dat de theologie eigenlijk helemaal dreigt te verdwijnen in Nederland in de academische wereld. Ik wil erop reageren. Nou ja, kijk, het grote publiek die kent. Die kijkt naar die kerk en die denkt dat als je als een beetje creatief theoloog bent en je slaat af en toe eens een zijpad in, dat je meteen Rome op je nek hebt. Is dat zo? Die indruk kan ontstaan. Dus de consequentie van die, wat wij noemen duplex ordo, de simplex ordo. Wij zeggen dus dat de kerkelijke betrokkenheid en de academische vrijheid, dat die samen kunnen gaan. Mm-hmm. De consequentie daarvan is dat je ook kan botsen. Maar als het goed is, zal ook Rome daar een hele zorgvuldige procedure voor moeten hanteren die transparant is en die ook alle ruimte geeft aan theologen om uit te leggen hoe ze denken. Ik geloof dat er ook een document uitgekomen is van de Internationale Theologencommissie, zeg maar het theologisch adviesorgaan van de paus en het Vaticaan. En dat heet Theology Today en daarin staat volgens mij ook precies de voorwaarden voor deze gezonde spanning opgenoemd. Dus ook in Rome schijnen ze daar toch wel heel erg mee bezig te zijn. Ja, ik weet niet of Rome daar altijd even goed mee bezig is. Ik vind ook dat de huidige paus soms nogal de neiging heeft om de teugels
strak aan te trekken. Strakker dan zijn voorganger, denk je? Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat bij Johannes Paulus II was natuurlijk kardinaal Ratzinger min of meer theologisch geweten. Mm-hmm. Dus ik denk de oude prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. Ja, ik denk dat hij toen eigenlijk min of meer de waakhond van het Vaticaan was. En dat hij nu in een nieuwe rol van paus zit, dat is best moeilijk. Misschien heeft hij nog wel eens wat waakhondneigingen. Ja, en... Stijn, hoe zit dat, denk je? Nou ja, goed, hij is natuurlijk zelf theoloog en hij... Een heel goede theoloog. Links en rechts is het al eens dat het een briljant theoloog is. En waar hij erg bang voor is, is dat het gewone kerkvolk allerlei dingen wordt wijsgemaakt die niet stroken met de katholieke leer. Dus hij zegt ook altijd dat hij de plicht heeft over die leer te waken. Niet zozeer voor die theologen, als wel voor het gewone. En waar komt die angst vandaan? Is dat een biografisch gegeven bij Benedictus? Ik hoor wel eens verhalen over de studentenopstand waar hij getuige van geweest is. De chaos die dat veroorzaakt heeft. Hans Kuhn, hè? Dat was een... De grote linkse... Lang collega van hem. Lang hebben ze samen opgetrokken. Maar in 68 zijn de wegen eigenlijk gescheiden. En Kuhn zegt altijd dat Ratzinger zijn microfoon is kwijtgeraakt. Dus dat hij dus geen orde kon houden in de zaal. En daardoor heeft gedacht, ik ga een andere weg in. Maar kijk, waar ik me altijd over verbaas, waarom het zo lastig is om over dingen te discussiëren in de kerk. Er is nu weer een Amerikaanse theoloog die een boek over seksualiteit heeft geschreven. Vrouwelijke theoloog. Ja. En die sterk onder vuur ligt. Wat is er mis met discussie? Helemaal niks, zou ik zeggen, lijkt me buitengewoon belangrijk. Maar je kan de zaak van Paus Benedictus niet alleen maar biografisch oplossen. Ik denk dat we in Europa met enorme veranderingen te maken hebben, die je ook in de protestante kerk ziet. Heel simpel, het feit dat er 2 kerken per week in Nederland worden afgebroken. Van beide confessies? Van beide confessies. Hè. Dat wil zeggen dat hier een enorme verandering gaande is. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar heel goed over na moeten denken wat hier aan de hand is. En dan geef ik een hele snelle analyse. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand is dat mensen... In Nederland op dit moment? Dat mensen een grote aversie hebben tegen alles wat met institutionele religie te maken heeft. Mensen hebben heel sterk het gevoel van laat het mij zelf maar uitzoeken. Postmodern, ik heb mijn eigen waarheid. En aan de ene kant moet je dus dat individualisme waarderen. Want het is goed als mensen zelf op zoek gaan. Maar aan de andere kant is het ook een romantische illusie. Te denken dat je in je eentje, dat je dan enigszins op niveau met religie bezig kunt zijn. Dus ik denk dat hier een grote illusie gaande is. Die over een aantal jaren, als we erop terugkijken, alleen maar kaalslag te zien geeft. Even een hele kleine theologische uitstap. De waarheid bestaat die volgens jou? Die waarheid bestaat. Het is de vraag hoe wij daar een relatie toe kunnen krijgen. Dat is natuurlijk de vraag. Maar dat als de waarheid niet bestaat, heeft het ook geen enkele zin om met een ander in gesprek te gaan. Want dan kan ik Leg alleen dat maar eens zeggen, uit. Nou, ik heb het niet. Jij hebt het ook niet. Mensen denken dat de voorwaarde voor de dialoog is. Ik zou zeggen, dat is het einde van de dialoog. Want dan heb je bij elkaar niks meer te zoeken. Dus je moet overtuigd zijn van je eigen waarheid om respect voor de ander op te brengen. Mag Omdat die ander ook wel eens een band met de waarheid zou kunnen hebben die anders is dan die jij hebt. We zitten aan tafel met Stijn Fens en Marcel Poorthuis. En het onderwerp vandaag is Rome, Paus, Vaticaan en alles wat het katholieke leven zo prachtig maakt, als ik het zo mag samenvatten. We eindigden ons gesprek net over Ratzinger, de huidige Paus Benedictus XVI. En zijn theologisch wereldbeeld en zijn missie die hij voor zichzelf ziet als paus. En tijdens de pauze, tijdens het lied, hadden Stijn en ik het even met elkaar over dat Ratzinger er vooral op lijkt te hameren dat je zelf moet weten wat je gelooft. Wil je daar nog iets over zeggen? Als je kijkt naar hoe hij in de ecumene opereert, dan heeft hij, zeggen mensen dat hij een aantal stappen terug heeft gedaan. Zeker als het gaat om het contact met de protestantse kerken. Maar wat hij gedaan heeft, en dat begrijp ik ook wel, hij is niet de man van het grote gebaar. Hij is niet iemand die zomaar een moskee binnenloopt, omdat het mooi zijn is. Zijn voorganger was dat zijn wel. Zijn voorganger had dat ook meer. Gebaar. Die had ook wat gevoel voor het mediamoment. Mm-hmm. En hij heeft gezegd, nee, we gaan eerst eens goed kijken wat we nou zelf eigenlijk vinden. En dan, weet dan je dat niet meer of zo? Nou, het is in zekere zin een soort herijking. We moeten eerst weten waar we zelf staan, wat onze waarheid is. En dan wordt zo'n dialoog met al die andere kerken ook steeds veel waardevoller. Hij lijkt iemand die dat gesprek met die andere kerken of met andere christelijke geloofsgemeenschappen juist niet aan wil gaan. Of is dat een verkeerd beeld? Nou, hij is wat selectief.
selectief in zijn keuze van vrienden. Hij zoekt vooral steun bij die christelijke kerken die zijn agenda delen. En dan moet je denken aan de orthodoxen. Maar ook, de kerk uit het oosten. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld de Anglikanen. En hij zoekt juist contact met die Anglikanen die problemen hebben met de wat meer liberale lijn van de Anglikaanse kerk. Zou die gelovigje pikken? Of nou, dus dat is wel gezegd. Hè? Dat is door de Engelse pers ook gezegd over die hele... Hij heeft een soort constructie gemaakt waardoor Anglikanen die zich niet gelukkig voelen in een kerk waar vrouwen priester kunnen worden en straks zelfs misschien wel bisschop, om die op een soort sneltreinvaart de Roomse kerk binnen te halen. En ze mogen hun eigen liturgie houden. Ze mogen hun eigen liturgie houden. Ze krijgen een soort eigen afdeling. En ik heb wel eens medelijden met die protestantse kerken, die volgens sommigen in het Vaticaan niet eens kerken mogen heten. En die zijn er wat dat betreft in deze paus toch een beetje op achteruit gegaan. Dit is heel erg binnenkerkelijk, hè, waar we het nu over hebben. Dus als je heel wat groter kijkt naar de verhouding van het christendom tot andere religies, waar ik mij zelf eigenlijk voor. Je bent hoogleraar interreligieuze dialoog. Interreligieuze dialoog, dat is dus het gesprek tussen jodendom, christendom en islam. Nou, wat zie je dan? Je ziet dat het patroon binnen de protestantse theologie toch vrij sterk is, althans de orthodoxe, van de waarheid is in het christendom te vinden. Islam is een dwalende religie. De katholieke lijn is, kijk naar de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie, de kerk ziet met waardering uit naar de moslims die de ene ware God aanbidden. Klaar. Dat staat in Nostra Aetate. Dat staat in Nostra Aetate, dus dat wil zeggen dat de katholieke kerk wel degelijk opkomt voor de waarheid die zij zelf herbergt. En dat zij ook getuigen wil van Christus, maar dat zij tegelijkertijd... erkent dat ook islam en jodendom zich tot de ene ware God wenden. Nou, dat alleen al geeft een ruimte en een respect die wel degelijk in islamitische en joodse kring wordt gevoeld. En daarom zijn er ook hele goede gesprekken tussen het jodendom en het Vaticaan, al 30 jaar lang tussen jodendom en Vaticaan. Ook tussen islam en Vaticaan zijn nu al een aantal jaar gesprekken aan de gang. Op welk niveau vinden die gesprekken plaats? Nou, dat is dus eigenlijk op wereldniveau. Hè? Dus dat wil zeggen... Theologen, kardinalen, wat moet ik me voorstellen? Ja, theologen en kardinalen die dan bij elkaar zitten en dus eigenlijk zoeken naar een representatieve vertegenwoordiging van de islam en ook van het jodendom. Dat valt niet altijd mee, omdat het moeilijk is om, zeker bij de islam, om een eenheid te krijgen. Maar het feit dat gesprek plaatsvindt, dat laat eigenlijk zien dat wij in Nederland vaak op een veel te bekrompen manier naar het christendom kijken. Nou, nu wat hier gebeurt is echt van wereldbetekenis. Moeten we het toch hebben over die bekrompen manier waarop wij in Nederland naar religie kijken, als ik je even mag citeren. We hadden het net over de mogelijke spanningen, hè, tussen de Vaticaanse erkenning van een faculteit katholieke theologie enerzijds en de academische onafhankelijkheid anderzijds. We hebben dat net even vanuit de kerk bekeken met de spanningen die dat kwam oproepen. Maar een samenleving als de onze, die religie niet altijd op een even sympathieke manier tegemoet treedt. Hoe kijkt nou een samenleving als de onze aan tegen een academie die een kerkelijk zegel van approval heeft gekregen? Nou, laten we zeggen, de studenten die wij krijgen en die dus eenmaal de studie aanvatten, die ervaren een grote ruimte en grote vrijheid. Dus ik heb altijd het gevoel, als de mensen eenmaal binnen zijn, dan zien ze hoe het werkelijk is. Zijn ze niet binnen, maar blijven ze buiten er tegenaan kijken, dan is het imago zonder meer slecht. Het imago van de katholieke kerk in Nederland is bedroevend slecht. Ook vanwege het seksueel misbruik of daarvoor al? Seksueel misbruik, allerlei zaken. Ook omdat, zoals ik al zei, dat het institutionele van een religie, dat wordt in Nederland steeds minder begrepen. En wij moeten natuurlijk ook als katholieken laten zien dat wij in het maatschappelijk debat mee willen doen. Dat doen we zorgwekkende, dat? Nee, wat er nu gebeurt is, als de academische theologie, die wij dan vertegenwoordigen, als die zou verdwijnen, dan hou je alleen nog over de seminaries. De priesteropleidingen van de bisdommen. Waar geweldig fijne dingen gebeuren, maar die mensen zijn voor het maatschappelijk debat goed deels verloren. Of je krijgt godsdienstwetenschappen, afstandelijke studie van religies, door mensen die zelf wel geboeid zijn door religie, maar er zelf persoonlijk niks mee hebben. Het buitenperspectief. Het buitenperspectief. Stijn, wil jij dat reageren? Wat mij dus opvalt is dat ik zo weinig hoor van theologen, maar ook van de institutionele kerk. Bijvoorbeeld het hele discussie over bezuinigen. Ze hebben 7 weken in het katshuis gezeten. Ik heb niets gehoord, of ik kan me vergist hebben, van de kant van geen één kerk.
van wat de inzet zou moeten zijn. Dat is toch een moment om je toch vanuit alles wat je beweegt maar te laten horen. Hebben theologen moeite om zich in het publieke debat te roeren? Ik zelf heb daar helemaal geen last van. Ik roer mij ook regelmatig in het publieke debat. Ik ben zelfs hier nu op de radio. Maar ik moet ook zeggen dat sommige media er wel erg goed in zijn om de Roomse geluiden af te schermen. De media zijn niet geneigd om een katholiek theoloog uit te nodigen? Nee, ik heb bijvoorbeeld een aantal boeken geschreven over de interreligieuze dialoog. Samen met een collega van Matteo Salemink. Het laatste boek gaat over het beeld van de islam in Nederland. Van harem tot fitna. Van harem tot fitna. Mooi boek, heb ik het gelezen. Ja, nou het wordt ook in brede kring wordt het gewaardeerd. Maar als het nou gaat om NRC, Volkskrant en zelfs Trouw. Dan is daar een oorverdovend stilzwijgen. En dat schrijf je toe aan dat schrijf sentimenten? Toch toe, of? Nou, dat schrijf ik toch toe aan het katholieke. Waarbij dan zeker bij Volkskrant en NRC eigenlijk al bij voorbaat een barrière ligt. Merk jij dat ook, Stijn, dat er een anti-katholiek sentiment zou bestaan bij de Nederlandse pers? Of? Nou, zeker. Kijk, als het gaat om het Vaticaan, wat een beetje wat dan mijn vakgebied Vaticaankenner, ja. Mijn vakgebied is de paus komt alleen maar in het nieuws als hij iets lelijks zegt over homo's, over joden of over vrouwen, liefst alle drie tegelijkertijd. Of als hij een gek hoedje opzet. Dat is heel misschien ongenuanceerd. Exotisch beeld maar, eigenlijk. Maar, en ik probeer ook altijd nog een ander beeld. Weten wij dat dit de meest groene paus is die we ooit hebben gehad? De paus dat het Vaticaan op armoedeconferenties de SP bij zijn links passeert. We willen het niet weten. En het is ook in zekere zin een gebrek aan kennis. Er is ook weinig kennis meer bij de media over religie. En is überhaupt niet een soort religieus analfabetisme überhaupt in onze samenleving? Zeker, maar dat vind ik ook de taak van de theologen. Maar daar komt... ik vind ook dat betreft dat ook de kerk in die zin de hand in eigen boezem moet steken. Dus misschien ook de theologen. Dat als je boodschap niet gehoord wordt, ligt dat niet alleen aan anti-katholieke sentimenten. Maar moet je ook eens nadenken of je het goed doet. En lukt dat, Marcel? Om nee, dat vind ik een goed punt. Hè. Dat klagen over de media, dat is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. Om het dan toch maar even over te hebben. Daar moet je zeker niet in blijven steken. Maar wat wel van belang is, ook in Nederland, dat de scheiding tussen religie en staat, dat is aan de ene kant een groot goed. Maar dat moet niet betekenen dat de religie niet meer mee mag doen in het publieke debat. Wij zien eigenlijk voortdurend nu ontwikkelingen waarbij ook de islam, ook zelfs heb je het over ritueel slachten? Ritueel slachten, besnijdenis en noem maar op. Bijzonder onderwijs zal zeker ook aan de orde komen. Je ziet dat de religies gemarginaliseerd worden. Omdat in Nederland er een hele grote angst is. Als religies meedoen, dan is het onvrij. Dan wordt er opeens machtsuitoefening. Dan wordt het niet meer redelijk. En dat hele idee, daar moeten we vanaf. Ik zeg, een goede democratie sluit de religie niet uit, maar geeft juist een platform aan alle religies en levensbeschouwingen, zodat vanuit dat platform de problemen goed kunnen worden aangepakt. Mag ik dan eens een gemene vraag stellen die mijzelf heel erg intrigeert, van bijvoorbeeld met ritueel slachten. Dan wordt er door de islam en jodendom wordt gezegd, dat willen wij graag handhaven, dat hoort bij onze religie. De seculieren, Partij voor de Dieren bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, die zegt dan ja, maar het gaat toch ook om dierenbelangen en hebben de dierenbelangen niet, zijn die niet hoger dan de religieuze behoeften van een paar groepen mensen in de samenleving? Wat zeg jij dan als theoloog? Dan zeg ik dat de zorg voor de dieren feitelijk al in de Bijbel bovenaan staat. Bedenk even dat de Sabbat, de rustdag, een dag is waarop mens en dier op adem komen. Dat dus de Bijbel zelf de dieren zelfs als verbondspartners ziet. Dus God sluit een verbond met Noach, maar ook met alle dieren. In zijn ark. In zijn ark, als hij de ark uitgaat. Dus met andere woorden, dat hele idee dat de religie diervijandig zou zijn, is een verschrikkelijk misverstand. Het jodendom kent juist een belangrijk gebod dat het verboden is om dieren onnodig te kwellen. Jacht mag ook niet in het jodendom. Dus de Partij voor de Dieren zou zich gewoon wat meer moeten verdiepen in de religie en daar een bondgenoot in herkennen. Is dat, Stijn, een stukje weer van het analfabetisme? We weten het gewoon niet meer wat er nee, in de religie dat weten speelt. We ook niet. En we willen ons er ook niet in verdiepen. Want we hebben het in ons hoofd dat het ritueel slachten moet verdwijnen en daar moet alles voor wijken. Dus ga je vooral niet verdiepen in het jodendom of in de islam. In de agenda rubriek bespreek ik elke maand met mijn gasten opvallende zaken uit actualiteit, kerk en samenleving. En we beginnen met een stukje uit een Franse bioscoopfilm. Je moet chercher mon papier par rapport au entrée. Je suis dit.
Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. Ja, we hoorden een stukje uit de film Les Intouchables, van vorig jaar uitgebracht in Frankrijk, maar nu volop draaiend in de Nederlandse bioscopen. Een van de grootste filmhits van Frankrijk. En volgens sommige berekeningen zijn meer Fransen naar deze film gegaan dan naar de Hollywood-kraker Titanic uit 1997. Nou, dat zegt natuurlijk wel wat. Het verhaal, of de film verhaalt de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een verlamde, rijke, blanke miljardair, Philippe, en een stoere zwarte jongen uit de Parijse ghetto's met de naam Driss. Er ontstaat een vreemde, maar diepe vriendschap tussen de beide zo ongelijke mannen. En het succes van de vriendschap ligt in het feit dat Driss de enige is die Philippe niet als een half mens behandelt, maar als een heel mens. En dus niet vanwege zijn handicap hem omringt met zieligheid. Marcel, ik hoorde dat jij de film gezien hebt. Wat vond je ervan? Ja, ik ben er met mijn kinderen naartoe gegaan. Dat is altijd even een risico, want dan... De gezinsfilm. De gezinsfilm, en dan zeggen de kinderen van, nou, het zal wel weer wat zijn, want soms kleun je er ook geweldig naast. Maar dit was helemaal in de roos. Die film is razendsnel, heel cool. En mooie muziek ook. Mooie muziek. Die zwarte hoofdrolspeler, dat is een geweldige vent. Groot, breed, maar ook heel soepel in de heupen. Dus, goed dansen. Goed dansen. Het is echt wat dat betreft een fantastische, aanrader voor het hele film. En je ziet ook hoe dat contrast tussen die rijke man in die rolstoel, die aan de ene kant denkt, ik heb alle cultuur, heb ik in handen, ik weet alles. En dan komt die jongen met zijn swingende houding, komt eraan. En eigenlijk voel je dat het echte leven zit natuurlijk bij die jongen en niet bij die rijke man. En die rijke man is ontzettend blij dat hij eigenlijk contact kon met het echte leven. Door de nacht rijden, de rolstoel, stikkie roken. Geweldig. Ja, gewoon naartoe gaan. Het draait nog in verschillende weken in verschillende bioscopen. Dus beste luisteraars, pak uw kinderen en kleinkinderen beet en ren naar de bioscoop. Dan heb ik nog een tweede agendapunt, namelijk dat de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht in het Catharijnenconvent in Utrecht is verlengd wegens succes tot en met 7 oktober... En met de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht besteedt het museum uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar 0 tot nu. In de vorm van religieuze, moeders, diaconessen, huishoudsters, pastoraalwerksters, vrouwelijke dominees enzovoort. En Stijn, ik hoorde dat jij daar even overheen gelopen hebt. Ja, ik heb er overheen gelopen. Wat vind je ervan? Van het ik heb zelden hebben zoveel minzaam kijkende vrouwen mij aangestaard. In welke en dat zin? Geeft. Nou ja, je gaat er bijna gerustgesteld vandaan van al die moederliefde die je aanstaart. Dus het is heel veel soft power wat je daar aanstaart. Ja, maar wat ik wel aardig vond, ik interviewde daar een beveiliger van het Catharijnenconvent. En die vertelde dat hij een Marokkaanse collega moest inwerken. En dat hij aan de hand van die tentoonstelling aan die Marokkaanse collega heeft duidelijk gemaakt dat niet alleen moslima's hoofddoekjes dragen. En dat vond ik wel een aardige omkering van... Ook de religieuzen zijn vaak zwaar gesluierd, zeker als ze wat langer geleden hebben geleefd. Alles is daar te lezen op de website www.catharijnenconvent.nl. Nou, aan het einde van deze uitzending die we begonnen met Rome, Marcel Poorthuis en Stijn Vent zijn hier in de studio te gast, Vaticaankenner en theoloog. Ik wilde eigenlijk vragen aan jullie allebei, geef nou eens een tip van als je naar Rome gaat, met je vrouw, met je vriendin, met je kinderen, waar moet je dan echt naartoe? En dan niet het Colosseum of de Sint-Pieter, want dat kennen we allemaal, maar iets echt leuks. Stijn, met jou beginnen we. Nou, kijk, het probleem van als je naar Rome gaat, is dat je al na 1 of 2 dagen overwerkt raakt. Van al die jaartallen. Much. Je krijgt ogen als jaartallen, heeft Bertus Avius ooit eens gezegd. En wat ik regelmatig doe, als ik het echt niet meer uithoud in die stad, is dan ga je naar de Engelenburg, je noemde het al. Ja? Schuin daar tegenover, loop je naar de kade van de Tiber, de rivier die door Rome loopt. En daar stopt onder zoveel tijd een boot. En dan kun je een prachtige bootreis maken van een uur, geloof ik, over de Tiber. Kost dat heel veel euro's? Want zijn wel Nederlanders. Nou, ik betaalde 1 euro. Wauw. En het aardige is, je ziet helemaal niks, maar je hoort de stad op de achtergrond en je komt helemaal tot rust. Het is als verkoeling ook waarschijnlijk. Verkoeling. Op water. En na een uur kan je weer 80 basilica aan. De boottocht op de Tiber nabij de Engelenburg opstappen. Ja. Dankjewel. Marcel, jij een tip. Ja, ook ik zou de rust opzoeken en wel in het Cimiterio Acattolico, dat is het niet-katholieke kerkhof, dus het protestantse kerkhof, waar het graf ligt van de jong gestorven dichter Keats. Ach.
En Keats en Shelley hebben in Rome gewoond. Naast de Spaanse trappen heb je hun huis. Dat romantici. Schitterend om naar binnen te gaan. Je bent opeens helemaal in Engeland. Heel, heel mooi. Maar op het graf van Keats staat ook geschreven: hier ligt iemand wiens naam geschreven was in water. Here lies one whose name was writ in water. En waar ligt dat kerkhof ergens? Dat ligt bij die piramide van Sestius die ook in Rome is. Metrolijn B, uitstappen bij de piramide. Kijk, metrolijn B, uitstappen bij en de piramide. En aangezien Stijn Fens echt onze Vaticaan. Marcel neemt de uitzending even over. Nu gaat hij naar zijn tas. Ja, de zware boekentas vol met wijsheid. Ik ben blij dat ik deze loodzware last aan de Vaticanoloog... Er wordt een dik pakket gewikkeld in kranten overhandigd. Stijn, pak dat eens even uit. We hebben nog even tijd. Druk hem even open. Het is ook nog verpakt in de trouw. Net een vis. Kan niet beter. En wat zit erin? Twee grote zwarte boeken. Stijn, vertel eens wat je ziet. Het Vaticaan. Ja, prachtig. Deel 1. Deel 1 en deel 2. En deel 2. Met een wapen van het Vaticaan. Ik zie de prachtige prenten in staan. Samengesteld door Giovanni Falani en Mario Escobar. En het is jaartal? Nou, het is... Zien we een jaartal ergens? Ik wel even het leuk. Het is deel 2... Nou, dat staat er niet in, maar ik schat jaren 50. Ja, jaren 50. Heb je en eigenlijk steen? Alles nee, ik van heb het nog niet. Het is schitterend. De hiërarchie, de lijfarts van de paus, alle foto's. Misschien staat er nog wel iets in, Stijn, wat je niet weet. Wie weet, hè? Nou, wat prachtig is, er staat een ex-libris plaatje in. Ja? En het is van een zekere heer J. Boon uit Amsterdam. Die zijn ex-libris plaatje combineert met het stadswapen van Amsterdam met de Sint-Pieter. Nou, kijk, kan het mooier. Een pelgrim puur sang. Elk goed leven spreidt zich af tussen Amsterdam en Rome, vind ik. Goed, Stijn. Veel dank plezier ermee, alsjeblieft. Nou, het zijn loodzwaar, dus ik vind ben het blij prachtig dat hier ook nog wat... Ik wens jou heel veel studenten toe. Ja, dank je. Geen werknemers, maar studenten, snap ik. We hadden net nog even twee tips. Nog even terugkomend naar Rome. Marcel, wanneer gaat de FKT op Rome-reis? De laatste week van september gaan we. En beoort daar nog iets? Kunnen de luisteraars er nog iets van meekrijgen? Er wordt geblogd. Dus als de luisteraar inlogt op... Faculty of Catholic Theology. Even googlen. Even googlen. FKT bij de Universiteit van Tilburg. Dan kun je het reisverslag helemaal volgen. En van dag tot dag wordt het bijgehouden. Oké, dus dat is iedereen kan meeluisteren, meeleven, meevoelen. Ja. Met de belevenissen van de studenten van de faculteit Katholieke Theologie. Zo is het. Nou, dit was de tweede uitzending van het maandelijks luistermagazine De Ontdekking van de Hemel op Radio Kerk in de Keistad. Een programma mede mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Amersfoort en de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Volgende week zit hier mijn collega Peter Denneman. Hij praat met voormalig Kamerlid en BN'er Samira Boughtpdi, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, over haar kijk op de islam, de moslims en haarzelf. Volgende maand ben ik er weer, op zondag 12 augustus. Dan een uitzending die geheel en al in het teken zal staan van de naderende Tweede Kamerverkiezingen. In de studio heb ik dan te gast Arie Slob, fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie. En de katholieke theoloog Erik Borgman, die afgelopen maand werd uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van Nederland. Ik wens u nog een hele fijne zondagmiddag en God zegen. Dag.